Verder de Jong, gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dankjewel. Jullie hebben denk ik een fantastische wedstrijd gespeeld vandaag. Ja, zeker. Ja, we gingen de wedstrijd in gewoon met de gedachte dat het 0-0 stond. En we wilden de fans wat moois laten zien. Dus ja, 7-0 is zeker een goede wedstrijd. Waarom kozen jullie die insteek? Want jullie hebben inderdaad 4-0 gewonnen al in Azerbeidzjan. Ja. Toch kiezen jullie ervoor om... Youth League is altijd mooi om te spelen. En voor AZ is dit de eerste keer dat we dit mogen doen. Dus we willen ons gewoon goed presenteren. En ik denk dat we dat hebben gedaan. En dat is dan ook met een volle tribune hier op het Avens Trainingscomplex in Hogeschouw. Dat is zeker leuk. En we willen de fans ook bedanken. En we willen ze gewoon wat moois laten zien. Denk je dat dat gelukt is? Ja, ik denk dat ze hebben genoten. Ja, en dan ik denk dat ik speciaal dan even naar jou kan kijken. Die 3-0. Kun je nog even de fans meenemen naar wat er ook weer gebeurde bij die dat doelpunt? We kregen een corner. Die werd bij de eerste paal werd die hoog verlengd. En toen kwam hij gewoon te mooi voor een omhaal. En toen probeerde ik het gewoon. Die ging de kruising in. Dus... Dat gebeurt dan in een split second, denk ik. Volgens mij was het Wouter Goes die corner werkte. Ja, en toen kwam hij hoog. En toen dacht ik probeer het maar gewoon. En dan vliegt hij een keer in de kruising. En dat is dan mooi. Maar dat gaat misschien wel op instinct. Ja, tuurlijk. Ja, zo'n bal op de training krijg je hem ook wel eens. En dan probeer je het ook. En nu in de wedstrijd, als het dan lukt, dan is het mooi. Ja, 11-0 in totaal, hè, de score tegen Gabala. Heel, heel erg ruim natuurlijk. Wat zegt het over deze ploeg? Ik denk dat we met deze ploeg heel ver kunnen komen in het toernooi. Als we onze mindset gewoon goed hebben. En volgende wedstrijd is tegen de kampioen van Frankrijk waarschijnlijk. Dus dat is weer een stapje hoger dan deze tegenstander. Maar ik denk dat we goed toernooi kunnen neerzetten met dit team. Jullie hebben je visitekaartje alvast afgegeven. Ja, dus. Zeker. Ja. En je zegt het al, de kampioen van Frankrijk, dat is dan Angers. Ja. Als ik het goed uitspreek tenminste. Die hebben de eerste wedstrijd 2-0 gewonnen en die spelen morgen geloof ik. Die spelen morgen weer, dus we kunnen nu lekker achterover zitten en die wedstrijd bekijken. En dan, gaan jullie die samen kijken? Nee, dat denk ik niet, maar... Wordt waarschijnlijk ook niet uitgezonden. Dus. Nee, maar is het over 2 weken volgens mij naar Frankrijk. Ook 2 weken vanaf nu alweer? Ja, ja. Dus we spelen wel weer snel. Oké, okay. En dan proberen jullie uiteraard deze vorm vast te houden? Ja, zeker weten. Oké, okay, nou geniet ervan. Ja, dankjewel.